Want echte bekendheid, ook ver buiten onze provinciegrenzen, heeft Lichtenvoorde te danken aan de Zwarte Cross. De Zwarte Cross begon ooit in 1997 met 1000 bezoekers op een crossterreintje in Hummelo. En het presenteerde zich vorig jaar als het grootste betaalde muziekfestival van Nederland, met maar liefst 220.000 bezoekers. Op het terrein waar half juli weer 4 dagen lang een bizarre mix van motocross, muziek, theater en spektakel wordt gepresenteerd, daar heerst nu nog serene rust. Het crossterrein van Motor- en Autoclub Lichtenvoorde ligt er verlaten bij. Voor Mart Hillen wordt de Zwarte Cross editie 2017 een bijzondere ervaring. Al 4 keer stond hij tussen het publiek voor het podium. Maar dit jaar staat de gitarist op het podium. Ja, het is toch wel heel bijzonder als Lichtenvoordenaar om dan zo'n groot festival bij in je achtertuin te hebben, zeg maar. En ja, als je dan als artiest daarvoor gevraagd wordt, dat is wel een eer om hier te mogen staan. Ja. Wat ik eigenlijk doe is voornamelijk dus akoestisch gitaar en dan bekende nummers op akoestisch gitaar vertalen en dan door middel van baslijnen, melodieën, drumpartijen tegelijkertijd spelen. En dat wordt ook wel fingerstyle gitaar genoemd. Om zich zo goed mogelijk voor te bereiden, heeft Mart het meest kritische publiek van de Achterhoek uitgekozen. Tante Ricky. Zij is niet alleen mascotte en logo van de Zwarte Cross, maar heeft ook oor voor de juiste noot. Mart Hillen staat dus straks op de Zwarte Cross. Tussen onder meer Raccoon, Golden Earring en Buckers. Voor de jonge muzikant is het een droom die uitkomt. Of wordt het een slapeloze nacht? Ik denk het wel. Als je dan als Lichtenvoordenaar hier moet spelen, dan moet je toch even van de beste kant laten zien. Dus ik denk dat ik nogal zenuwachtig word van tevoren. Maar goed, het hoort er natuurlijk altijd wel een beetje bij. Even blijven dooroefenen en tot de Zwarte Cross. Tot de Zwarte Cross.